beste kiekers. Vandaag is dat weer de 10e aflevering van Sassendom TV. En vandaag gaat u op bezoek bij Ned en Manders. Wiega, u bent er weer. Ned en Manders. De dwergs liggen zo ons. En u maakt weer gezellig hoef van. Alleen mijn vriend Batse loopt me in de steek. Maar, wees kijk, waar kan ik mijn hooghoekje zien? Kijk eens, wie heb je hier? He? Ik ben er weer. He? Dus op, het moet nog helemaal goed komen. Ja, tuurlijk. Maar noem maar af, wat praat u hier liever in de camera? Ja. Kijk dan, wie is het? Ja, ja, we zijn ook er weer iemand. En dan moet ik wat een proefje van me. Kijk eens, zijn jullie te mee van die munt naar die hand toe komen? Want die vers leren van de Batse, die is er niet. Nee, dat is een... En hoe is mijn onder? Ja, zeker. Had ik dat niet om? Nee, je moet ook komen. Ja, maar ik ben een stelling. Ja. Ja, nee, van ons zijn een goede stel in, hè? Ja, daarom ben ik wel thuis kunnen leren. Die Batsie die had thuis kunnen leren, nou. Ja, in ieder geval. Maar is ook weer heel leuk om jouw live in de camera te zien. Ja, mijn live. Ja, live. Jouw live. Mijn live. Hij is ook naar de kapper geweest, ja. Leuk, hè? Ja. Stemt goed. Geweldig. Maar wat doen we hier? Nou, wie komt hier voor de dwersliggen, Rams? Die dwersliggen. Dwersliggen, Rams. Nou, we zijn allemaal dwersliggers. Ja. Dus wie komt hier voor de dwersliggen? Ja. Nou, dat mag. Dat doen we daar samen straks. Ja. Goed? Dat is straks even in. Ja. Oké. Nou, dan kom ik maar naar binnen toe. Ja. Want misschien wil ik het dwersliggen dat allemaal oplossen. Veel plezier. Dan op dan straks. Yo. Dat is ook helemaal prima. Zeker als je weet dat de ene Li ja heet en de andere Jan niet. Dat lijkt me wel aan het eerste, of niet dan? Jan, die zoe. Kom een zoe. Sien, jong Jan. Net even anders. Hado, zoe. Wij zijn een groot fan van het straatcarnaval. En samen maken we carnaval. En we willen dan u en uw volledige vereniging graag uitdagen om tijdens de carnavalsdagen iets leuks in Sassendonk op straat te doen. De beste vaartjes met Prins Mike de Eerste en zijn adjudant Quinten. Wij zijn nog niet compleet. Het is toch geen hoogheid die wij missen. Onze alle eigen hoogheid. Een grotere vraag.
kappen met een verhaal. We gaan het gewoon doen. Ik vind het 11 al wel. Hooguit. Zou u aan ons bekend willen maken wie de dwarsligger 2016-2017 is geworden? Dat wil ik. Mooi, dat was het. Hey, muziek. Ja, we gaan het eigenlijk met z'n drieën zetten, want we zijn met z'n drieën natuurlijk. Vraag even de honger en adjudant als de dwarsligger zaten. Ja. Dus we zeggen 1, 2, 3. Sassadons TV! Ja, waar zijn ze? Kijk. Dat is een, ja, we blijven natuurlijk aan het werk. Ja, we blijven aan het werk. Dat is een man. Ja. Die belde me vreemd jaar op en die zegt van, ik heb hier stellig in dwerslingers met mijn keren. Hij zegt, zal je dat niet een beetje kunnen regelen, dat het een beetje goed kan? Ik zeg, nou jongen, dat ben ik thuis ook gewend, krijg ik ook last van een dwerslinger. Dus, je bent helemaal op het grootste, wel met die zo'n mooi pakje aan, en weet niet. Wel, dat komt. Ik had al een beetje voorinformatie gehad natuurlijk. En mijn clubje Roerwap was heeft me alle vrijheid gegeven om dit te doen. Vandaar als Roerwap. Maar ik wil nog even Patrick van Kleef. We hebben nog een cameraman. En we hebben nog een reportstuk. Manon, kom er ook bij. Jullie horen er ook bij. Kom. Kom op. Ja, Manon die is stand-in geworden en dat is niet voor niks, want ja, we binnen sneller geen kneuzen eigenlijk bij Manon. Want dan is die er niet en dan is die er niet. En ik ben er eigenlijk nooit en dan stop met de microfoon, want dat die mond niet doen. Maar met de tarine doen, jongens. Vereniging, Manon, hartstikke bedankt. En wie, ja, nou sorry. Ja. En weet God, in ieder geval, deur! Ben je in Sassendom, niks onder doen voor het zuur, dan ben je in Sassendom, met z'n allen, carnaval kunnen vieren als nergens anders. En daar ga ik er!
Joop Hansen en Wieger. Die hebben me bewust. De versliggen van ons. Nou, wat een verrassing. En wat een verrassing. Ja, daar hebben we niet deel op de rol. Nee. Mooie bekroning op het werk. Watson, ja, aan de ene kant. Ik wil niet zeggen dat je weg mag vliegen, maar dit vind ik ook mooi hoor. In ieder geval, we hebben een topavond gehad bij Nenne en Manders. Vers liggen zo, je hebt hem gewonnen. En Wieger is aan de rust toe, want je hebt Betsy. Ja, die heeft Betsy gebeld. Oh. Hij zegt, maar ik heb nog hoop voor een open hert. Oh ja, ja. Dat was de boomstam misschien, ja, denk ik. Voor bij de kerstboom. Voor bij de kerstboom, ja, ja, ja. Maar we waren bij de kerstboom. Maar ik zeg, ja, doe maar wat je mee wilt. Ja. Maar in ieder geval, we hebben een leuke avond gehad. Je hebt hem gewonnen. Heel Zwolle zal het weer, heb je gewoon deur. Met ons normale werk, hè? Ja. Liep normaal. Daarom, we gaan er niet anders van. Nee hoor, we gaan alleen voor de grond televisie erin. Ja, ja, ja. Ja, dat is minstens dan. Ja, dat is... nu gewoon weg. Oh, jij bent gast. Ja. Nou, hey, Watson, hoi. Nou, Hans en Mama. Dit was ons het UMT wel weg. Nou, ik zeg hem maar weer, aju.